betekent dat we zometeen gaan draaien. En dat betekent dat ook dat witte zeil straks omhoog gehesen wordt. Dit is een zeil dat we eigenlijk alleen maar voor de wind hebben. En dit geeft ons extra veel snelheid. Dus hier komt het zeil helemaal omhoog. Ondertussen wordt de fok het tussenzeil nu omlaag gehaald, zodat het eigenlijk het grootste zeil het maximale windoppervlakte heeft en ook de meeste snelheid uitgehaald kan worden. Hoeveel man zitten er nu op die boot, Pieter? Want ik zie al een aantal mensen aan boord zitten, maar hoeveel zitten er nu helemaal in totaal? Ja, in totaal varen we een wedstrijd met 14 mensen. Waarbij eigenlijk iedereen in zijn eigen functie specialist is. Dus je kan je eigen functie het beste en daardoor zorgen wij dat de boot het hardst wordt gevaren. Maar dit houdt eigenlijk niet op bij de zeilboot zelf, want ook het onderhoud, het eten voorbereiden, inschrijving, accommodatie, omdat wij natuurlijk nog steeds wel een jeugdteam zijn op budget, moeten wij alles zelf doen. Dit houdt dus ook in dat iedereen eigenlijk naast zijn functie aan boord ook een functie aan wal heeft om zo het team zo goed mogelijk vooruit te helpen. Ja, dat is dan uiteraard het creëren van een zelfstandigheid en een solidariteit voor het team. Als jij je taak verzuimt, dan kan er dus wel nog wat teweeg gebracht worden. Ja, het is eigenlijk een beetje de kernwoorden is inzet, verantwoordelijkheid en initiatief. En dat is de woorden waar Gert-Jan ook altijd op hamert. En dat betekent ook van de volgende stap, als je daarmee door zou willen gaan en je gaat er vol voor, dan zou je misschien een keer kunnen meedoen aan een Volvo Ocean Race of de Ocean Race zoals die tegenwoordig heeft. Wat toch voor veel mensen aan boord wel een kleine jongensdroom is of kleine meisjesdroom. Om ooit op een zeilboot een rondje wereld te kunnen varen. En dat is ook jouw uitdaging, begrijp ik? Als die kans voorbij komt, zou ik hem zeker niet laten schieten. Maar we moeten eerst zien hoe dit team allemaal eindigt. En tot nu toe gaat het met dit team erg goed. Afgelopen weekend hebben we het Europees kampioenschap in Breskens gehad. En daar zijn wij heel hard gestreden tegen andere boten. En hebben wij uiteindelijk het weten af te sluiten met een mooie tweede plek. Dus daar zijn wij erg tevreden mee. En zo zie je dat je dan na 3 jaar heel hard met z'n allen zeilen, ook al gaat het moeilijk met coronatijd, toch de puntjes op de i weet te zetten om tot een mooi resultaat te komen. Ja, dat betekent dus net wat je zegt, heel veel trainen. Je zegt net Gert-Jan Poortman is je trainer. Maar zijn er meerdere of doet hij het helemaal alleen? Nou, proberen we altijd met twee oudere mensen, categorie ouder 40 plus, vergeleken met het jeugdteam, te varen. Maar dat hebben we Jaap van Rijkenvorstel en Jaap, dat zijn eigenlijk de vaste. Maar ook Gert die moet af en toe weg voor een grote wedstrijd ergens ter wereld. En dan probeert hij altijd grote namen uit de zeilwereld aan boord mee te krijgen. Zodat wij dan eigenlijk een soort een power sessie, coach sessie krijgen van een heel ander type zeiler. Die weer alles net even anders bekijkt en even op andere punten focust. Dus dat is wel altijd erg leuk. We zien de Van Uden hier nu naar de kade toe varen. Die gaat hier net voor de kade overstag. En dit betekent dat de wind ten opzichte van de boot van de andere kant gaat komen. Dus ook alle zeilen naar de andere kant toe moeten komen. En ervaren jullie alleen maar wedstrijden of doen jullie nog meer? Je onderhoud natuurlijk uiteraard, maar alleen maar wedstrijden of veel trainen? Nee, het is wedstrijden. We hebben rond 6, 7, 8 wedstrijden per jaar maar. En daarbuiten wordt er vooral eigenlijk getraind. Dus tijdens coronatijd kon er ook erg veel getraind worden, want dan was het een teamsport en mochten wij met z'n allen lekker varen. En dan was het gewoon het idee dat we zoveel mogelijk trainden. Wedstrijden gingen helaas niet door, maar wel veel trainen en dat ging eigenlijk altijd heel goed. Hier zien we de spinhaken nog een keertje omhoog gaan.
En iedereen heeft er wel heel veel plezier mee en vindt geen probleem om er extra tijd in te blijven stoppen. En gaat het dan ook, dat trainen, gaat dat 365 dagen per jaar door? Of heb je ook nog eens een keer rust dat je zegt van ik ben een maand thuis? Nou, we hebben eigenlijk twee type trainingen. We hebben inshore trainingen, dan doen we gewoon een dagje varen, s'avonds weer naar de haven in. En dan slapen we gewoon weer thuis. Maar deze boot is ook gemaakt om echt lange stukken op zee te gaan. Dus dan zitten wij met dezelfde 14 mensen, zitten wij 3 tot 5 tot soms zelfs 7 dagen achter elkaar op zee. Dat betekent dat je geen douche, geen stromend water, geen warm water. Er zijn maar 4 bedden in de boot die op dat moment gebruikt mogen worden. Dus het wordt dan allemaal een beetje afzien. En als wij dan offshore training hebben, dan doen wij ook dus dat oefenen met we gaan in een wakkersysteem, 4 uur op, 4 uur af. En alles maar om de boot zo hard mogelijk te blijven varen. En dat kost nogal wat, denk ik. Zoiets. Dat is niet waar een student over heeft aan het eind van de maand. Dus we hebben gelukkig een hele goede groep sponsoren. Dat begint natuurlijk met de hoofdsponsor van Uden, waar het schip ook naar vernoemd is en wat ook groot in het zeil staat. Eclectic, zoals nu in de Spinhaker goed te zien is, die loopt al eigenlijk jaren met ons mee. Het initiatief is allemaal begonnen met de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas. Waarbij die ons eigenlijk, die hebben gezegd van wij doen een beetje de lopende kosten en we moeten gewoon deze jeugd bij de zeilvereniging betrokken houden. Want we zien de jeugdleden zoveel teruglopen. Dan zien we ook nu in het grootzeil staat er een oranje leeuw. Dat is Dutch Shell. Die zijn ook verbonden aan de Ocean Race campagne van Nederland. En die zijn een beetje het overkoepelende sponsor die in heel Nederland het celniveau naar een hoger niveau wil brengen. Voor de rest is er nog een ander initiatief van Dutch Shell. Want wij liepen tegen het probleem aan van wij doen heel veel zeilen, wij willen heel veel meer doen. Maar wat zijn nou de mogelijkheden? Zeiden, ja, geen probleem, of we plannen een ander moment in of je krijgt een alternatieve opdracht. Maar ze doen er eigenlijk zijn allemaal heel flexibel in, omdat ja, als je vertelt natuurlijk voor die topsportstaats een beetje waar je mee bezig bent. Nou, en dan krijgt iedereen, ziet wel de mogelijkheden dat het echt, het is niet zomaar een beetje een zeilteam. Gert is ook niet hier aanwezig om mensen te leren zeilen. Hij is echt bezig om van volledige talenten top oceaanzeilers te maken. Dus het is een andere categorie zeilers, het is geen zeilschool. En ben jij dan de enige die je aangemerkt als topsporttalent of zijn ze allemaal zo aangemerkt? Het grootste deel van het team is aangemerkt als topsporttalent. Sommige mensen zijn al klaar met studeren, die zijn aan het werk. Een paar daarvan werken in een zeilmakerij, dus die krijg je daar redelijk veel vrijheid in vrije dagen maken. En anderen hebben een beetje meer moeite, maar dat is dan veel plannen en ook werkgevers zijn daar vaak, zeker met jeugdmensen, nog wel redelijk flexibel in met wat ze willen en wat ze kunnen bieden aan flexibiliteit en overuren, tijd voor tijd mogelijkheden. Dus dat is allemaal wel tot nu toe kan iedereen, bijna iedere training erbij zijn. Kijk, en voor nu voor jezelf, je hebt de topsportstatus, je hebt de zevenschool, straks ben je klaar, dan gaat de keuze komen. Ga ik werken? Ga ik zeilen? Ik denk dat je wil gaan zeilen. Ja, dat wordt is een dilemma. Het mooie is, het zeilseizoen, nou, dat is een beetje van april, maart, april, iets later, tot september eigenlijk. En dat zou dan eigenlijk kunnen betekenen, zeker met de zeevaartschool is daar toevallig een ideale opleiding voor, dat je wintermaanden werk je en in je zomermaanden stop je al je tijd en energie en je geld weer in het zeilen. En zo